Hey allemaal, tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Mr. Rhino en vandaag is het zaterdag. Als jullie afgelopen donderdag naar de Expeditie Robinson hebben gekeken, dan konden jullie zien dat een van mijn medevloggers, Taske de Schepper, is weggestemd. Ik begrijp het wel. Ik bedoel, ze was de zwakste schakel op dat moment. En die moet er helaas uit. Ze wou wel heel graag meedoen, maar haar lichaam was er gewoon niet voor gemaakt. En dat is best lastig. Haar lichaam liet het gewoon niet toe. En ze was ook de jongste van de hele groep. Maar goed, daar is niks aan te veranderen. Ik voelde me ook niet zo gemakkelijk, bij die beelden van volgende week. Maar dat zaten we even aan de kant. En we gaan door met The Voice. Hebben jullie dat gisteravond ook gezien? Ik wel. Man, wat zat daar een paar lekkere lekkere zangers en zangeressen tussen. Ik heb echt genoten. Er waren wel een paar mindere bij, maar ja, dat is altijd wel zo. In ieder geval, ik ga vandaag ook naar My Team en ook naar voetbal. Yep, ik heb toch maar besloten om de camera mee te nemen. We gaan gewoon heel veel genieten. Tot zo, Rhino's. Zo, ik ben op My Team, Rhino's. Ik ben hier met mijn pa en mijn begeleider Jan van der Valk. Wil je een beeld, Jan? Nee. Begrepen. Doe maar uit. Sorry. Zet het op elkaar. Ik wees blij dat ik jou niet film. Zie. Ik heb zelf net e-mailed. Die is net e-mailed. Crack. Je zit net e-mailed. Oh nee. Nee. Beetje kantelijk. Zo. Iets meer. Deze kant door kant. Nee, net hoe de zijde. Zo, ja, zo wordt het iets beter. En dan iets kantelen. Bovenkant erbij. Achterover. Zo, ja. Nog met e-mailed. Oké, ja, dat probleem heb ik vaak als ik aan het vloggen ben. Mijn armen worden dan moe. Maar goed, ik ben dus op My Team en we gaan vanmiddag om 2 uur naar voetbal. Want dat gaat echt hartstikke leuk worden, Rhino's. Ik spreek jullie straks weer. Oké, ik heb net het eten op. Ik heb lekkere macaroni gehad. Andere vorm met wat kleurtjes. Maar wel lekker met wat ketchup erbij. Nog een paar uurtjes, dan vertrekken we richting voetbal. Tot die tijd gaan we wat anders doen. Ik ga Jan maar even plagen. Daar zitten mensen te eten, die kan ik niet filmen.
Hey Jan. Nee. Wil je heroïne kopen? Heroïne kopen? Heroïne kopen? Grapje. Echt niet. Gelukkig was maar een grapje. Dat zijn geen grapjes. Voor mij wel. Hij wil dus ook geen heroïne, mensen. Jammer. Oh, chips. Hopelijk heb ik hem niet op film gezet. Dat zien we vanzelf wel. Ik zal straks de opnames even terugkijken. In ieder geval, zometeen gaan we dus naar voetbal. Jan en ik. Dan gaan we samen lekker genieten van de wedstrijd Essen Jouren tegen Mildan. Aan welke kant ik sta, vraag je? Jouren uiteraard. Sta ik altijd. Dit weten jullie nog niet van me, maar ik ben een groot fan van amateurvoetbal. Heerlijk rustig. Rustig. Lekkere zitplaatsen. Plus, in jouw is het gratis. Dat was het nu, Rhino's. Tot later. Oké. Ik ben nu bij het voetbal en we gaan genieten. De twee ploegen zijn nu lekker aan het trainen vlak voor de wedstrijd. Dus dit gaat een feestje worden. Wacht, ik laat het jullie even zien. Zie? Ze zijn lekker aan het trainen vlak voor de wedstrijd. Wanneer de wedstrijd is begonnen, film ik weer, Rhino's. Later. Daar zijn de twee teams. Wacht, ik zoom even in. Best cool, hè, Rhino's. Ja. Daar gaan we dan. Geen staanplaatsen, mensen. Nu even wel. Oké, ze gaan even tossen, geloof ik. Zo, de pupillen krijgen eigenlijk een slap pie. We gaan. Yeah, baby! Zij gaan ook op de tribune zitten. Heerlijk. Ja, kunnen we? Game
Dames en heren, uw aandacht voor pupil van de week, Reitse Jongsma. Kijken of hij de verdediging kan verschalken van binnenschaak. Kijken of hij gaat scoren tegen keeper Jorn Helder. Kijk hem gaan. Hij gaat er voorbij. En nu nog keeper Zoekenhoek uit Reitse. Kijken wat er gaat gebeuren. Ja, hij scoort 1-0. Doelpunt Reitse Jongsma. Leeftijd 8 jaar. Hij speelt in de E-team. Dankjewel, Reitse. Ja, goed zo, Matti. Oké. Nu gaan we voor de real day deal. Game on! Ja? Ja, Rhino's. Eerste ingooi van de wedstrijd. Hup. Ik zet op dame hier nu stop. Jatsee. Zo, jouw heeft net 1 doelpunt gescoord. Wacht, ik laat het zien op het scorebord. Het is niet te zien helaas. Maar het staat er wel. Geloof me. Volgens mij sta jij er nu op, maar dat kan maar geen ene bal schelen. In ieder geval, Jouwer heeft gescoord. En dat is belangrijk. Laten we even de wedstrijd filmen. Even inzoomen, zodat jullie het beter kunnen zien. Daar is weer iets gebeurd. Hup. Ja, keep heeft hem. Kom op jongens! Ja, ja! Oh, fuck! Jammer! Nee, die was een haas. Corner. Hey!
Ja, dat is erg spannend, Rhino's. Die was mis. Oké, uitzoomen. In ieder geval, dat was weer een opname van de wedstrijd. Tot bij de volgende Rhino's. Ik wil voor Sport op jou een positief programmaboekje gekocht hebben. Op de rechterbovenkant vindt u een nummer. Mocht u nummer 35, 66 of 95 op uw programmaboekje hebben staan. Dat was het einde van de eerste helft, Rhino's. In de kantine. Nu gaan we 35, 66 en 95. Dat zijn vandaag de prijswinnaars. Waarom mensen? Vlogger moet er langs. Oké. We zijn binnen. Even een rustig plekje vinden hier ook. Hier aan de bar, ja. Oké, ik zet de camera nu uit. Later, Rhino's. Oké, ik ben al een paar uurtjes thuis. Jan en ik. Ze zijn vroeger weggegaan bij de wedstrijd, want om 4 uur kwamen mijn ouders me ophalen. Dus ik heb de wedstrijd niet helemaal uit kunnen zien, maar goed. Dat is dan niet anders. In ieder geval, dit is een beetje het einde van de vlog. Vergeet niet om lid te worden van het nieuwe Mr. Rhino Wereld Forum. En laat even een reactie achter. Geef even een duimpje omhoog. En abonneer je gelijk even op mijn kanaal. En dan zeg ik nu zoals altijd. Later.